zijn dus onderweg naar Bergerac en ik maak iets zeer unieks mee. Monique praat met een Fransman en net met die vrouw ook die voor die witte auto staat. Maar dit is echt uniek. Ik weet gewoon niet wat ik zie. Wat voor taal praat hier nou eigenlijk? Wat voor taal praat hier nou eigenlijk? Hakketakketokkie. Nee, Engels. Oh. Hij kon goed Engels praten. Oh, en jij ook? Nou ja, een beetje. Ging in zijn flow mee. Goedemorgen. Zeg eens wat we gisteren gedaan hebben en wat we vandaag gaan doen. We hebben de route omgeswitst. Dat gebeurt nooit bij ons. Heel vaak. We gaan naar Andenos-la-Bain. Als ik het goed uitspreek. Dat is aan de kust van Frankrijk. Onder le Dune Pilat. Of de boven. Dat weet ik even niet. De boven. De boven. En we gaan langs de kust naar beneden. Naar Spanje trekken. En het is vandaag echt stralend blauw weer. We pakken de kaart er even bij. We zijn dus van de week van Moulin naar La Nobre gegaan. Hier was het kasteel, bij het water hier zo. Toen zijn we gisteren hier omheen gegaan, zo hier naartoe. Ik hoop dat je het kan zien, want ik zie nu alleen maar schaduw. Schaduw? Even kijken hoor, naar... Waar zat er nou? Périgueux toch? Zouden naar Bergerac gaan? Ja, ja, we zitten hier bij Périgueux. Hier. Hier staan we nu. Op een camperplaats. Nou, het is niks anders dan een veredelde parkeerplaats. Er is helemaal niets. Alleen water en een beetje gras. En veel vissers. Ja. Dan zouden we... naar Bergerac gaan. Zouden we zo naar beneden gaan. Maar nu gaan we... zo... door Bordeaux heen. Hoe weet ik niet precies. Zo. En dan zo. En dan daar. We hebben toch zin om aan de kust te zijn. De kust trekt ons altijd. Andenos-la-Bain. Dat is vandaag het plan. Dus weer een verandering van het plan. Maar dat maakt niet uit. Daarvoor zijn we met de camper. En daarom kunnen we lekker doen wat we willen. Wil je hier koffie drinken? Wat voelt dit lekker? Dit is echt het vakantiegevoel. Dit is een dorpje met heel veel oesters, zijn het, hè? Ja. En daar die hutjes allemaal. Het zijn allemaal restaurantjes waar je oesters kan eten. Nou ja, ik kom er niet. Ik hou niet van oesters. Zo. Ja, hoor, dit had ik niet verwacht. Is dat helemaal vol? Deze auto's moeten weg hier zo. Wat een drukte. Dit hebben we nog niet onderweg meegemaakt. Dit had ik niet verwacht. Ik ook niet. Ik dacht dat we alleen zouden staan. Ja, nu is het nog kijken of we een plekje kunnen vinden. Ja. Het is vandaag zondag en we hebben een lekker ontbijtje. Vers geperste sinaasappel, broodje met chorizo en kaas. Uit de oven vandaan. Uit de oven. En verse pruimenjam. Biologische pruimenjam. www.beemstersap.nl van Jan Dorland. Jan, het laatste potje. Dus als we terug zijn, kom ik weer halen, oké? Okay? Eet smakelijk. Smakelijk. Goedemorgen. Het is zondag 14 november. We
We staan nu een paar dagen in Andernos-le-Bain. Dat ligt vlakbij Bordeaux. Het is een heel leuk stadje, heel leuk dorpje, vissersgedeelte. Ik ga er even een stukje van filmen. Er gaat hier heel veel rust en hoe zeg je dat? Wat gaat er vanuit? Rust, precies wat je zegt, rust. Nou, ik ga het filmen en jullie zullen het zien. Hele kleine restaurantjes en ze zijn gespecialiseerd in oesters, hè? Ja. In oesters. Je hebt hier heel veel getijden, stromingen. Dit is de derde keer dat we hier zijn en normaal zijn wij niet zo van als we ergens geweest zijn om er weer naartoe terug te gaan, maar dit is toch wel ja, het is toch wel erg leuk om hier weer te komen. Kleine werkplaatsjes, kleine visafslagwinkeltjes, kleine restaurantjes waar het alarm af gaat. Vanmiddag zit het helemaal afgeladen. En wij staan daarachter. En als er genoeg oesters zijn gegeten en je weet niet waar je ermee naartoe moet, dan gooi je het gewoon hier neer. Hele grote bergen met oesterschelpen. En Simon vindt het wel lekker ruiken, hè Simon? En ik weet niet wat dit precies zijn. Maar het ziet er wel grappig uit. Oh, het stinkt wel goed. Boah. Melle hangt, stinkt. En de zee is even ver te zoeken. Hier is een klein strandje. En verderop heb je een groot strand. Het is gewoon lekker om even te lopen. Goedemorgen. Het is maandag. We zijn eerst even naar de supermarkt gegaan. Daar stond zo'n Revolution wasmachine gebeuren. Toen ik even de was gedraaid en gedroogd. We zijn weg uit Andernos-le-Bain. Helaas, want we hebben het daar heel erg naar ons zin. Maar ja, uiteindelijk het doel is Zuid-Spanje, dus we moeten toch weer een keertje verder. We gaan naar Cap Breton. Dat ligt vlak bij Biarritz. Aan de kust. Een grote camperplaats. Er kunnen iets van 100 campers staan. In de duinen? In de duinen staan we daar zo. Nou ja, en we zullen jullie op de hoogte houden. Maar misschien verandert dat wel, je weet het bij ons niet, hè? En het is een lievelingsplekje van iemand. En het is het lievelingsplekje van mijn schoonzusje. Dus we gaan eens even kijken of zij reden heeft om dat als lievelingsplekje aan te merken. Dus we houden jullie op de hoogte. Adios. Goedemorgen. Het is nou dinsdag. We zijn gistermiddag aangekomen in Cap Breton. 200 kilometer bij Andernos-le-Bain. Cap Breton ligt vlakbij Biarritz. Hier ligt Biarritz. En hier ligt Cap Breton. We zijn zo gereden. Hier omheen. Naar Mimisan. Wat ze
ziet er heel leuk uit deze weg, maar het was een hele saaie weg. Met alleen maar bomen en bomen en bomen en gekapte bomen. We staan nu bij het strand. We gaan straks over de duinen het strand op. En dan gaan we een stukje wandelen en een stukje filmen. Dus tot zo. Nou, we zijn dus aan het strand. En waar dit gedeelte van Frankrijk natuurlijk bekend om is, is om de hoge golven. Wat een golven, zeg hij. Nou, Monique gaat kijken of ze samen het water in krijgt. Het lukt niet echt. Bunker, uit de oorlog vandaan natuurlijk. Hier zijn nog veel meer stukken van bunkers. En nagaan hoe sterk de zee en de natuur is. Dat het zo verspreid is. Dan staat een stuk helemaal recht overeind. Vertel. Ik ging even de vuilnis, de vieze poepzakjes weggooien. En ik ben zo in gedachten. Ik denk, hé, een Nederlander. En die zit naar me te zwaaien. Heb ik net met die man een half uur op het strand gelopen. Dus ik denk zwaaien, dus ik ben zo in gedachten. Loop ik naar de camper. Ik denk, hè? We hebben een ander matje, hoe kan dat nou? Sta ik gewoon bij de Belgen voor de camper. Ah, ook een koekorde, maar dan maakt het uit. En dan zit ik in mezelf te lachen. Oh, ik ben ook een sufkut, hè? Goedemorgen. Het is vandaag 18 november. En Ron zit gewoon in zijn t-shirt buiten, met zijn teenslippers. Maar teenslippers is wel normaal voor hem. Daar loopt hij geloof ik de hele winter op. Het is vandaag echt stralend weer. En voor dit zonnetje doen we het toch? Echt wel. Heb je het naar je zin? Ja. Moet er maar mee door. Moet er maar mee door. We stonden hier gisteren met ongeveer 50 campers gisteravond. Nu zijn er alweer wat vertrokken. De camperplaats stelt niet veel voor. Maar als je daar het duin over gaat, dan heb je een heerlijke zee. Met hoge golven. En geen zee, maar een zee. Goedenavond. Goedenavond. Het is nu 17:15. Vrijdag. 19 november, ja. We zouden eergisteren weggaan en we zouden Spanje ingaan, maar sinds gisterochtend is het hartstikke mooi weer hier zo. Het is heerlijk blauw, het is echt lekker warm. Vandaag zijn we weer gebleven omdat het nog een heerlijke dag is. Morgen wordt het wel een slechte dag, dus morgen gaan we weg. En als het mooi weer is, blijven we nog? We hebben vandaag de hele dag bij de buren voor de camper gezeten. Die camper hier zo. Nee, kan je net niet zien. Van Henk. En die staat achter ons. Johanna. Ja, en Jos en Susanne. En Jos en Susanne staan daarachter. We hebben heerlijk met z'n zessen buiten gezeten, gezellig gehad. Net lekker een satéetje nog gegeten. Morgen gaan we echt weg, gaan we echt naar Spanje toe. We willen alle nieuwe abonnees welkom heten. Leuk dat jullie ook meekijken. Er zijn heel veel abonnees bijgekomen. Ik zal even zijn we best wel trots aan op deze kant gaan staan. Ja, daar zijn we best wel trots op. Meer dan 100 abonnees hebben we er even binnen een paar dagen bij gekregen.
Deze vlog die wordt zo direct geplaatst vrijdag. En nou, we zullen zien of dat gaat lukken, want het internet is hier niet zo heel stabiel of zo heel sterk. Dus, nou, tot straks in de vlog. Doei. Fijne avond. Fijne avond. Bedankt voor het kijken. Een duimpje omhoog wordt zeer gewaardeerd. Abonneren is natuurlijk gratis. En wanneer je het notificatiebelletje aanklikt, dan krijg je automatisch bericht wanneer we weer wat geplaatst hebben.